Nou, mijn week zonder social media zit erop. Ik heb een hele week zonder Hives, Facebook en Twitter gedaan, omdat mijn collega me uitdaagde. Hij dacht dat ik verslaafd was en ik denk dat hij stiekem wel een beetje gelijk heeft. Dus ik ben de uitdaging aangegaan en ik heb een week zonder social media gedaan. En nu mag ik weer, mijn week zit erop. Dus ik ga eens kijken wat ik allemaal gemist heb de afgelopen week. Ik kan niet eens zien hoeveel berichten ik gemist heb in een week. En eigenlijk heb ik wel zin om ze allemaal even terug te lezen, maar daar ben ik de hele dag mee bezig. Dus dat ga ik niet doen. En dan nu even op Hives. Het leukste op Hives vind ik altijd de foto's kijken die mijn vrienden hebben geplaatst. Dus ik ga nu even... Ik zie dat er 54 mensen nieuwe foto's hebben geplaatst. Die ik uiteraard allemaal even terug wil kijken. Wat me deze week vooral is opgevallen, is dat als ik geen social media gebruik, dan komt dat de relatie met mijn vrienden eigenlijk wel ten goede. Want alle tijd die ik normaal besteed aan heel de dag achter mijn MacBook een beetje op Facebook zitten, die heb ik nu besteed aan met vrienden afspreken, omdat ik me zo ging vervelen, omdat ik niks te doen had. Ik denk dat het uiteindelijk een geslaagd experiment is. Ik weet niet of ik echt minder social media ga gebruiken, maar ik wil mijn tijd wel nuttiger indelen. Dus... niet als ik me verveel op social media gaan, maar juist met vrienden gaan afspreken. Omdat me dat toch wel heel goed is bevallen. Maar net als in de trein, onderweg naar huis, dan is het wel lekker dat je toch even wat te doen hebt.